De avond middelbare technische opleiding, AMTO, heeft afgelopen zaterdag na 25 jaar weer een grote groep geslaagden afgeleverd, namelijk 70. Hendrik Pinas, directeur van AMTO, zegt dat deze opleiding een positief effect kan hebben voor zij die zich technisch willen scholen, maar alleen in de avonduren vrij hebben. De geslaagden komen uit Mungo, Geiersvliet, Saramaka, Nikeri en Lelydorp. De pas opgerichte buurtorganisatie Stichting Brasa Bradaranga Sisa heeft het directoraat jeugdzaken geïnformeerd over haar activiteiten die zijn gericht op gemeenschapsontwikkeling en het zelfredzaam maken van jongeren. De stichting richt zich op jongeren van tussen 12 en 24 jaar die wonen in de omgeving van Vredeburg Serie A in het district Wanica. Minister McAndrew is ingenomen met het gegeven dat vanuit woonwijken er steeds meer initiatieven worden genomen om jongeren van de buurt te begeleiden en positief bezig te houden. Het programma van de derde twinningfaciliteit tussen Suriname en Nederland is afgesloten. Dit programma is formeel in 2017 opgestart. Binnen dit programma konden Surinaamse en Nederlandse organisaties samen projecten indienen en na goedkeuring uitvoeren. Door het Nederlandse ministerie van Handel en Ontwikkelingssamenwerking was hiervoor 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag werd als subsidie beschikbaar gesteld. In totaal zijn 40 projecten uitgevoerd.